Goedemorgen. Nou, ik zit hier naast mijn mama. Hi, mam. Hi. Hi. We gaan even naar de dokter, want ik heb ben gisteren bij de dokter geweest en ik heb een slijmbeursontsteking op mijn knie. Heerlijk. Het doet verrekte pijn. Maar ik ga niet alleen eigenlijk daarvoor naar de dokter. Ik ga ook naar de dokter om mijn bloed te laten prikken. En ik hou van de naaldjes. Jij? Nou, nee. Nee, joh, ik hoop dat het niet te veel trilt, want mijn gaat heen en weer. Het is, ja, het lekkere wegdek hier. In ieder geval, mijn bloed moet geprikt worden in verband met jicht wat ik heb. En voor de mensen die niet weten wat jicht is zeg maar ontsteking in je gewrichten. Het is zeg maar een soort van reuma is het eigenlijk. Als je het ook googelt, als je het googelt kun je het zien natuurlijk. Maar daar heb ik verrekte veel last van. En nu gaan ze bloed prikken hiervoor om de zuurgraad van mijn bloed te meten, zeg maar. Ik weet niet hoe dat heet. Ja, zoiets zal het zijn, hè? Zoiets. En nou, dan hoop ik dat ik eruit kom ja, wat zeg maar mijn bloedwaarde is. En dan moet ik eventueel voor de rest van mijn leven pillen gaan slikken. Ik rijd nu bij de dokter, want het is vlakbij gelukkig. Maar mijn moeder rijdt onder, ja, vanwege mijn knie natuurlijk. En dan ga ik even kijken of ik... dan gaan we lekker bloed prikken. Leuk hoor. Nou, net geweest bij de dokter dus. En ik heb twee staafjes bloed geprikt. Dat was niet zo lekker. In ieder geval. Dus, maar we gaan even trouwens naar het centrum. Dat is eigenlijk helemaal vergeten te vertellen, want ik heb zaterdag een feestje met onze vriendengroep en wat YouTubers die ik uitgenodigd heb. En mijn moeder houdt ook heel van feestjes. Hé, mam? Nee, die haten zeg feestjes toch? Of niet? Ja, dat is haten is een beetje goed hoor. Maar je begrijpt wat ik bedoel, toch? Ze is niet blij mee met de rotzooi die het meebrengt, zal ik zo zeggen. Dus we gaan even lekker naar de supermarkt toe en ik moet even de cola halen, zeg maar. In ieder geval cola, chips en zo. Ja, het is in ieder geval een feestje waar iedereen wat mee moet nemen. Een beetje American style, zeg maar. American style, hè? Noem je dat, hè? Toch, als iedereen wat mee moet nemen. Maar in ieder geval, nu even een kratje bier halen. Is wel handig. Heb ik in ieder geval wat in mijn huis. Cola, chips. Heel goed voor mijn dieet dus. Dat dan. Dus. Maar ja, dat is altijd zo, dat soort dingen. Morgenavond ga ik trouwens kometten. Ook lekker. Want paasmorgenjarig trouwens, ja. Paasmorgen 60. 60 jaar, oude lul alweer, hè? Jezus. Nou, hij ziet er niet uit, 60, moet ik eerlijk zeggen, toch? En mijn moeder is ook, mijn moeder is... Kijk, mijn moeder is... Heel jong. Mijn moeder wordt 57 dit jaar, hè? 57? 57. Nou, ja, jonge ouders toch? Ja, ik kan het helaas niet omdraaien. Nou, maar dat wil je ook niet, 57 of 75, hè, wordt het dan? Nee, maar... mijn ouders zijn nog heel jong en daar ben ik wel blij mee. Of dat eigenlijk niet. Dan erf ik minder snel zo. Nogal vetpot. Ja, nou ja. Het is niet anders. We gaan even lekker naar de Jumbo. Ik zal meteen reclame maken. Jumbo, Lidl. Action. Wat hebben we nog meer hier? Wat hebben we nog meer? Aldi. We hebben alles bij elkaar. Een klein dorpje, maar ze hebben alles inderdaad. En dat is wel fijn. Dus we gaan maar eerst even tot trouwens. Dat is een goede vraag, hè? We weten het nooit. We gaan altijd gewoon kiezen van eerst doen we dat, dan dat en dan... Ja, wat is het? Aldi. We gaan eerst naar de Aldi. Yes, we gaan water halen. Water halen, toch? Ja, water halen, oké. Okay. Moeten wij niet water hebben, trouwens? Hè? Moeten wij niet water hebben? Ja, maar ik moet toch even een lege flesje doen. Eerst de water. Ja. Maar jij zit het goedkoop was, dus? Ja, ik haal altijd het bron... Wat? Je moet apart even inleveren. Ja, ja. Oh ja, voor die 25 cent. Maar hoeveel moet jij hebben, man? Trouwens. Hey, hoeveel moet jij hebben? Water? Ja? Ik hoef geen water. Ik hoef, ja, ik wel. Ik heb een zware rood nodig. Ja. Nou, als het goed is, neemt mijn mobiel op. Ja, mijn accu is niet helemaal lekker weer. Dat is heerlijk. Eén accu is dood. Eén accu is niet lekker. En de andere accu ligt ergens nog in mijn huis. Dus mijn spullen. Maar we hebben spullen opgehaald. Kijk eens hier. Holy shit. Feestje. Nee, dat komt ook langs, hè? Nee, hè? Nee, kan niet. Nee, kan niet. Trouwens, het duurt er van 6 uur s'avonds tot ergens. Ergens, zeg maar. Maar we rijden even naar mijn moeder toe, want ik heb geen printer. En ik dacht wel bij mezelf, Paul zei het ook nog trouwens, van, je moet wel even de buren inlichten. Dat is wel handig dat ze weten dat je een feestje hebt, zeg maar, als er wat muziek gedraaid wordt bijvoorbeeld. Niet dat je dan ineens op 2 uur 's nachts allemaal mensen voor de deur hebben. En dat ik de nieuwe buurtbewoner ben die bekend staat als een of andere randdebiel die muziek aan het draaien is. Ja toch? Dus even naar mijn ouders toe.
Dan geldt er zo weer doorheen. Daar ligt het, zeg maar. Maar ja, één ding scheelt wel. Als er nou weinig mensen komen, heb ik in ieder geval voorlopig chips en cola. Dat, maar ja, gaat helemaal goed komen. Nou, eindelijk weer in mijn huis. Het is, hoe laat is het, man? 1:30, hè? 1:30 is het al geweest. Dus, of trouwens, ik heb daar een klok hangen. Dat is ook handig. Ja, 1:50 al. Jezus, mensen, maar de spullen gaan voor overmorgen, feestje. Kijk, gelukkig ga ik er niet in mijn eentje op eten, want ik ben op dieet. Wat bier, wat cola. Dus in ieder geval een beetje de standaard dingetjes. Oh, daar hebben we jingles. Hallo. Onze dippelaar. Hi. Hey, jingles. Altijd lief, hè, die hondjes, hè. Maar in ieder geval, ik ga zo meteen mijn eigen wegen, want dat is eigenlijk voor de vlog. Want ik vlog het namelijk, dat weet mijn oude moeder nog eens. Ik vlog dat ik aan het diëten ben, zeg maar. En laat ik het zien. Alleen ja, nu met mijn slijmbeursontsteking kan ik dus niks ondernemen, helaas. Maar ja, we gaan wel proberen wat af te vallen. Dus we gaan daar naartoe. Nou, gaan we maar weer wegen. Het is weer zover. Vorige keer was het, nou weet ik wel, 92.3 of zo, 92.1. Ik weet het niet precies, het valt eventjes hier in de video even neerzetten. Daar is hij weer. Let's go. Ik weeg 91.4. Nou, dan ben ik in ieder geval dat ik afgevallen ben. Dat is in ieder geval één ding wat zeker is. En ja, aangezien mijn knie, ik weet niet of je het een beetje kunt zien, maar kijk, dit is mijn knie. Kijk, je ziet het, het is een klein beetje rood. Een heerlijke slijmbeursontsteking. Yeah! Maar ja, dat komt vanzelf alweer goed. Als dat in ieder geval een beetje weer over is, kan ik in ieder geval lekker buiten een beetje gaan hardlopen. Lekker met de hond wat langer wandelen. En zo is ook goed voor je natuurlijk. En nou, verder let ik in ieder geval wel een beetje op het eten. De hoeveelheid eten, dat is één. Ik drink heel veel water. Al heb ik nu veel cola gehaald, maar dat is natuurlijk voor het feestje. En wat nog meer? Ja, ik probeer wat gezonder te eten. Ik heb lekkere spersbandjes in huis. Dat soort dingen. Gewoon een beetje dingen. Wat denk ik wel iets gezonder voor je is, zal ik het zo zeggen. Nou, vergeet niet een blauw duimpje te geven voor deze vlog natuurlijk weer. Beetje anders dan normaal, maar ik denk, dacht bij mezelf, nou misschien wel leuk dat je ziet dat ik lekker mijn ouder lekker ja, een feestje ga geven. En ja, gewoon er wat meer over vertellen en zo. Volgende keer ga ik hier wel lekker sporten. Maar ja, nu helaas mijn knie. Het zit een beetje tegen. Dankjewel voor het kijken, tot de volgende keer. Bye bye. Later.